Wat er al los is, weet ik niet, maar het is niet leuk. Twee verdachte pakketjes zorgden vandaag voor veel commotie in Arnhem-Zuid. Winkelcentrum Elderhof werd na de vondst vanochtend compleet afgesloten. Voor de deuren van twee verschillende eetcafés lag een voorwerp waar zwarte draden uithingen. Daarom werden de hulpdiensten massaal ingeschakeld. De politie, twee ambulances, een brandweerwagen en medewerkers van de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen eraan te pas. Na onderzoek van de EOD bleek er geen ontploffingsgevaar te zijn. Op camerabeelden is te zien dat hier tussen 6 en 7 twee mannen een verdacht pakketje bij de lunchroom neerleggen. Ze rennen weg deze kant op, de hoek om, en rennen dan naar nog een lunchroom waar zij dus nog een tweede verdachte pakketje neerleggen. Dan gaan zij terug naar de locatie van het eerste pakketje, maken een foto met hun mobiel van hetgeen ze daar neergelegd hebben en verdwijnen. Pakketjes zijn meegenomen door de explosieve opruimingsdienst en nu zal er ook nog onderzoek plaatsvinden naar wat voor pakketjes we überhaupt te maken hebben. Wat er al los is, weet ik niet, maar het is niet leuk. Het gebeurt al vaker hier schijnt. Ja, dat was daar die restaurant daar. Die had toen eerst brandstichting gehad. Dat was toen ook, en toen zat de Lidl ook dicht. En nu hebben ze daar die bom schijnbaar gevonden, die bombrief. Ja. Dus vandaar dat ik vanmorgen niet kon boodschappen doen. De eigenaar van de zaak wil niet voor camera reageren, maar laat ons weten volledig in het duister te tasten wat hierachter zit en wat de motieven zijn van degene die hier de verdachte pakketjes hebben neergelegd. Omwonenden en andere ondernemers die ze laten weten dat dit al het zoveelste incident is en ze roepen de burgemeester op om er nu eens wat aan te doen. Er zijn natuurlijk wel eens incidenten geweest als brandstichting maar of dat verband heeft met wat er vandaag weer aangetroffen is, ja, dat moet echt uit het onderzoek blijken. En uiteraard kijken we natuurlijk en kijkt de politie ook naar alles.